Goedemiddag beste kijkers van Tim Strijnegek. Vandaag ga ik weer een ouderwets Twents tour doen. Met mijn Twents vrij abonnement. Maar het ging iets verkeerd. Ik heb lijn 11 gemist. Ik heb lijn 13 gemist. Dus ik mag lopen naar winkelcentrum Hasselo. Een half uur wachten heb ik geen zin in. Dus dan loop ik maar vast een stukje vooruit. Want ik ben weer zo'n oelewapper geweest om de mondkapjes te vergeten mee te nemen. Dus ik moet alsnog 10% lopen omdat ik de bus gemist heb, omdat ik de mondkapjes moest halen. Maar dat is verplicht hier in Nederland. En Keolis is een streng kut Frans bedrijf. Als je geen mondkapje op hebt, word je er gewoon uitgestuurd. Dus, en daar heb ik helemaal geen zin in, want dan kan ik helemaal niet mee. En als er een controle is, krijg ik ook nog een boete. Dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan een lekker stukje lopen. Ik zit daar zo en daar. Mijn bus tour door Twente te gaan te beginnen. En lopen is niet verkeerd, want mooie oude steegjes. En de vertraging is weg. Dat is de bushalte Schottershoek. Vanaf daaruit gaat mijn race beginnen. Kijk maar, Schottershoek. Nou, geen iets mis. Zo, ik ben vandaag ook de dubbele aflevering van het meest irrelevante busstation. Het is Schottershoek. En in de verte, als je iets goed kunt zien, ligt winkelcentrum Hasselo. Daarom noem ik dit de minst irrelevante busstation, want voor mij zit daar iets van 500 meter ertussen. Ik moet hier nog 3 minuten wachten. Wat gaan we doen vandaag? Ik ga namelijk met Twents vrij abonnement richting vakantievideo's opnemen. We gaan namelijk richting Losser. Ja, naar Losser. En dan gaan we doen met eerst met de stadsbus naar 11. En dan gaan we met lijn 9 naar Enschede. En van Enschede gaan we lijn 61 richting Losser. En dan gaan we in Losser filmen, want Losser is een pittoresk dorpje. Waar je in de vakantie keer heen moet gaan. Dus ik laat jullie wat vakantieplekken in Twente, maar ook buiten Twente laten zien waar je echt een keer heen moet gaan. En vandaag gaan we naar Losser. We zien in de film, de bus is nu bij winkelcentrum Hansel en we krijgen een reclamewagen mee. De reclame van Design Outlet Store Ochterop in Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland. Oh leuk, reclamewagen. Type Citea, LLE. En daar komt de bus aan. Het is vandaag mijn dag niet. Weer een trein gemist. Meer mijn planning naar de tering. Ik kom er nog later aan in Oldenzaal. Lijn 9 gemist, trein gemist. Sluit van nergens op laan. Want Keolis. Een beetje de schuld van de typische Hengelo. Waarom maak je hier dan ook geen in- of uitgang? Helemaal naar Pokkerijn loop. Zo binnen hieruit gaan we met lijn 64 richting Losser. En dat is de bus die naar Overdinkel in gaat. Maar dan pakken we de bus richting Losser. Lint. Hengelo. En uit Hengelo richting Oldenzaal.
like the ocean. Oh, your treasure hidden down below. As suddenly does it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure? Just overly emotional. Have I fallen down, down low? Searching for things I'll never know. Searching for things you'll never show. I guess I just don't wanna let go. Oh, you got secrets.
pas. De volgende bus wordt alleen in 64 richting Schoolstraat. En die nemen we tot aan Losser. Maar omdat de werkzaamheden zijn, stappen we bij de halte bij de rotonde uit daar. Dus naar 61 naar Losser. Volgens mij te laat is. Treasure hidden down below, as suddenly does it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure, just overly emotional? Have I fallen down, down low? Searching for things I'll never know, searching for things you'll never show. I guess I just don't wanna let go. Oh,
waste my time to untangle this, to embrace your mess. And what are you saying? Familiar lies and oblivious smiles. And you know how to spin it around to run and forget. Now you've got no regrets. But I guess I just don't wanna let go. But something tells me not to wait no more. So you got secrets. Aangekomen in Alassen. Dit is onze eerste vakantiebestemming waar we heen gaan. Hier heb ik veel te vertellen. Als eerst gaan we een stukje een dorpswandelingetje maken om jullie te laten zien waarom ik voor Alassen heb gekozen als eerste aflevering van Tussen Trein en Gek op Vakantie. En er komt om regen aan, er komt donkere lucht. Dit is niet de bekendste attractie van Alassen, maar dit was de oude kerk. Maar daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Ik heb even een stukje geschiedenis met Tim Strijnigek. En dat laat ik jullie nu zo meteen zien. Nou, geschiedenis met Tim Strijnigek. En dat is dat huis. Dat is dat huis. Oh, ik heb maar niets gefilmd. Zo. Het huis wat ik jullie net heb laten zien, daar hebben mijn oma en opa gewoond. Het is niet helemaal mooi om te zien. Het filmen in verband met de privacywet. Maar ik ga nu iets heel leuks laten zien. Van mijn moeder hier af. Ik ben hier al heel lang niet meer geweest. De laatste keer was voor me nog een kind. Zo, ik zat nog op de basisschool. Dat is al heel lang geleden. 10 jaar geleden of zo. Dat ze verhuisd zijn. Maar het is wel even leuk om je even weer te zien deze oude week. En ik ga nu even een stukje laten zien waar ik wel voor jullie op de film heb. Dus dat is vakantiedingen. En of, als je echt wel actief houdt, zie je houdt echt wel veel van wandelen, dan hoef je ook niet zo heel ver weg. Dan ga je naar Alassen heen. Weet je waarom dat je naar Alassen heen gaat? Ja, je kunt hier niet met de auto of zo, je hebt niet echt parkeerplaats. Dus ja, je zou de auto bij de kerk neer kunnen zetten bijvoorbeeld en dit stukje kunnen lopen. Is niet zo heel ver. Hele mooie wandelroutes. En dat laat ik jullie nu even zien. En daarom heb ik gekozen om de eerste aflevering in Alassen te gaan filmen. Want hier is hier veel te beleven. Het is een klein dorpje, maar wel een heel leuk dorpje. En dat is deze weilanden. Oftewel dit paadje. Hier loop je namelijk bij de Dinkel. En Dinkel is een heel leuk gebied tussen Nederland en Duitsland. Want we zitten hier ook echt trouwens niet ver van Duitsland af. Heel dicht bij het Dreiländensee. Tussen de twee gebieden Noord-Rijn-Westfalen en Niedersachsen en Twente in. En zie je allemaal paadjes. Een heel leuk wandelpadje. Maar ik heb natuurlijk niet zo heel veel tijd. Dus je kunt hier dus een keer als je zin hebt om actief te doen, kun je dus lopen. En jonge vulletjes. De film. Hier, jonge vulletjes. Allemaal jonge vulletjes. Wij kijken of ik via hieruit, het is hier echt veranderd sinds ik hier ben geweest. Maar ook hier kun je zien dat hier ook Duitse wandelroute zit. Want je ziet namelijk hier niet ver van de Sandbergen af. En de Sandbergen is zo'n gebied tussen Nederland en Duitsland. Daarom kun je ook inderdaad ook een badje zien van Groningen-Epen, dat is in Duitsland. Maar ook Nederlandse potjes. En je hebt zelfs ook nog wandelroutes en fietsenroutes. Dat is wel even een leuke tip voor Tim Strijnigek om hier een keertje te gaan wandelen. Maar ja, ik heb geen tijd om te wandelen, dus ik ga jullie de binnenstad laten zien. Vandaaruit pakken we weer de bus richting Enschede. Gaan we de drukte weer in. Nou, ik denk dat het nog wel goed gaat met de lucht.
We lopen maar een stukje richting de binnenstad van Olossen. Dus het stelt ook niet veel voor. Maar we hebben een paar wel hele oude dingen. Wat ik jullie even ga filmen. Dus dan, is ook een tip voor Tim Strijnen. Kom hier heus. Ga je een keer wandelen. Is echt leuk. Moet je doen. Je kunt ook in Duitsland opstappen. Dus bij de Dreiländer See kun je ook via de Sandbergen inkomen. Nee, ik ga niet nu de hele Sandbergen lopen. Maar daar is het te laat voor. Maar die moet ook nog weer terug naar Hengelo. En dat is ook een rit met 1,5 uur tot 2 uur met de bus. Dus dat gaan we niet doen. Je kunt nog wel een beetje bewijs zien. Dat hier inderdaad ook Duitse routes loopt. Maar ook Nederlandse routes. En veel fietsroutes. En dan kun je nog die kant op verder. Maar dat ga ik niet doen voor jullie. Dus we lopen weer richting het centrum. En ook hier kun je nog weer zien dat je richting Duitsland kan. En hier is mijn oude appartement en hebben mijn oma en opa daarvoor gewoond. Het is hier een bouwstellers 2.0. Zellige winkelen, dat kan niet van bouwstellers. Zoals markt. Even een montagefout. Nou gaan we even een stukje food review doen van Tim Strijnen. Oh, plantenbak. We gaan een stukje food review doen. Een stukje streekgroen food review. Ja, ik ga niet zitten, maar ik geef wel even een tip voor mijn kijkers. Als je een keer een dagje lossen komt, doe het dan echt op zijn Twents. En ga dan naar de oude apotheek in. Dat is een restaurant met klassiek gerecht uit Twente. En dus dit mooie klassieke gebouw. Tip voor kijkers van Tim Strijnen geeft. Als je een keer een dagje lossen doet. En nu gaan we het leuke stukje van lossen binnen. Dit is het oude binnenstad van lossen. Nog een mooie kunst. Overheen lopen. En dan gaan we via de Torenstraat. Laat ik jullie ook nog even wat klassieke dingen filmen. Want dit is echt wel het mooiste stukje van lossen. Waar je zeker even doorheen moet lopen. Dan heb je die oude kerktoren van lossen. Staat lossen ook een beetje bekend onder. En dan, dit is nog wel een beetje het oude stuk van lossen. Dus even een tip. Dus als je een keer lossen komt, ga dan gerust even bij de oude apotheek zitten. Want dan heb je heerlijke streekgerechten. Zomaar heerlijke. Dit is een oude dorpsplein van lossen. Dus nu tel ik een parkeerplaatsje heel goed. Dat hotel zou ik niet nemen, want die is niet zo heel goed. Dus dan de Jan. En dan het tussendoor steegje. Dit is het mooiste plekje van lossen. Een tip voor de kijkers. Als jij tegen de laatste weken van de zomervakantie aangaat. Dat is de eerste weken van augustus. Ik weet niet of dat dit jaar ook is. Zie je allemaal festivalen. Allemaal in de middeleeuwse stijl. Moet je zeker heen gaan. Is wel heel mooi. Maar wel heel druk. Maar ik denk niet dat dat door is in verband met coronavirus. Maar normaal gesproken is altijd de laatste weken van vakantie. Zie je altijd feest. Dorpsfeest. Dat is een tip van kijkers. Maar even nu een beetje tijd maken om langzaam richting het busstation heen te lopen. Het is nog een klein stukje lopen naar het busstation. We moeten helemaal naar de rotonde heen, want werkzaamheden. Dan gaan we met de bus richting Enschede. En dan gaan we andere dingen filmen, want ik heb die eigenlijk wel een beetje gezien. Meer heb ik niet te vertellen. Het is een klassiek dorpje. Dus we gaan let's go richting het busstation en dan met lijn 61 richting Enschede.
lijn 8, naar huis. There's a green tree.
in. Oh, your treasure hidden down below. As silent as it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure? Just overly emotional. Have I fallen down, down low? Searching for things I'll never know. Searching for things you'll never show. I guess I just don't wanna let go. You pay.
Oh.
Dat was vakantie aflevering deel 1 van Losser met lijn 61, 64, lijn 11, lijn 8. Ik kon het leuk vonden dat laatste filmpje van mij, met die traject filmpje van timelapse van de achterbank sessie van lijn 8. Een mooie video, was mooi rustig overal lijn 8 wel. Want vanaf eerder deze week mocht iedereen alweer gebruik maken van de bus en de trein. Dus ja, verder was het mooi. Alleen de Losser, ja. Zou ik het je aanbevelen als stad om heen te gaan, of dorp heen te gaan voor vakantie? Ja, zeker. Dan moet je zeker zo'n keertje meenemen. Klassiek oud dorpje midden in Twente. Vooral als je veel van fietsen en wandelen houdt, pak dan vooral de fietsroutes rond het Dreilandensee in Duitsland. En de Zandbergen is ook wel een picorest. Ook wat je in de timer hebt zag, is ook mee richting Losser, de Lutte, die kant op gaat. De Lutte ga ik ook nog een keer heen. Misschien een idee voor de volgende keer om naar de Lutte heen te gaan. Om de Lutte dus te gaan filmen. Ook het meest oostelijke stukje van Overijssel. Met de bus en trein. Een stukje met buurtbus. Dus, om in Oostland naar de Lutte te komen. Dus dat wordt denk ik een door de weekse video. Maar ja, het is vandaag ook door de week. Nou, we hebben nog meer bussen. We gaan naar 61. Naar Losser. Naar Enschede bedoel ik. Was ook niet echt druk. Eens wat ik een drukke bus van was lijn 8 in het begin. Tot aan Ledenbroekpark. En daarna komen we weer vrij uit. Mooie dingen doen. En als je een keertje en je wil een keer gebruik maken van de bus. Voor 11 euro heb je een dagkaart. Pardon. Dagkaart. Die is 11 euro. Dan kun je gebruik maken in de hele bussen. Van Sintes Twente. Van Sintes Overijssel. Dat zijn de blauwe bussen. Regio OV IJsselmond. Dat zijn de crossways. Van Flevoland. De Arriva Achterhoek. Dat zijn de blauwe bussen. Blauw Citea's. Van de ex-Brabant. Dat is de Achterhoek. En Sintes Twente natuurlijk. En Breng. Dat is Arnhem. En natuurlijk ook de Veluwe. Die moeten we ook niet vergeten. Maar daar ga ik ook nog een keer weer op aan. Want vanaf eind dit jaar gaat een nieuwe concessie in. IJsselvecht. Daar komen ook nog video's over. En volgende week ga ik, denk ik, met jullie naar, dat ik jullie al geraden heb, naar de Lutte. Voor vakantietip deel 2. Maar ik geef je gewoon sowieso een tip. Als je een dagje weekend Twente doet, of je gaat een weekje naar Twente heen, huur fietsen. Want dan kom je op plekken waar je komt op sommige plekken kom je gewoon langs waar je gewoon niet met een bus of trein kan komen. Dan kun je best gewoon een fiets pakken of je pakt de OV-fiets. Ga ik ook nog een keer doen. Ik heb er ook nog een video van. Dan ga ik een keer naar Graafschap Barbentheim heen. En ja, en nog iets mis van het busstation heb ik ook nog gefilmd. Dat is Schottershoek. Dat is een halte van lijn 11 is dat. Dat is nog niet eens 500 meter van winkelcentrum Hasselo af. Daarom dat ik dit mis van het busstation noem. Nou, we komen aan het einde van deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Abonneer vooral. Wilt u meer informatie hebben over Losser? Ik ga even op een linkje zetten. Dan kun je heel veel informatie zien over Losser. En etenstips. Dus echt dagje Twente. Dan moet je echt naar Noordoost-Twente inkomen. Want dat is echt heel prachtig. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Tim Strijn Gek Vakantietour. Bis das. Tschüss. Und die nächste Mal.
lijn 8 naar huis.